Dag 1, 2, 3, 4, 5. Met mijn kiezen eruit. Ik heb nog steeds echt fucking veel pijn. Het is echt niet grappig. Hebben jullie wel eens kiezen laten trekken? Het doet zo'n pijn. Ik heb goed nieuws. Bella, Kenzo en Benji komen zo naar huis. Dus dat ga ik filmen. Ah, zo leuk. Slippers met een bijpassende bikini. Echt keileuk. Bedankt, Maxi. Heb je weer goed voor elkaar. Ik denk dat ik nou al 6 paar slippers kwijt ben ofzo. Daar komen onze hondenkindjes weer aan. Jee, Bella. Hey, Bella. Ga je naar huis? Ben je dikke dik geworden in de vakantie? Ben je dikke dik geworden? Goed verwend is ze. Ja. Kenzo. Hey. Hoe was je vakantie? Kom je weer naar huis? Hey, en Benji. Hey, Kenzo. Kenzo is afgevallen. Heb jij je druk gemaakt? Ik bel al je eten op. Hey, goed zo. Ja, dan weer naar huis. Kom maar, het is veilig. Ik heb alle hondjes opgeborgen. Kom maar. Hey, goed zo. Eet je nog? Eet je weer mee in? Zo, die poten zijn lang geworden, hè? Ja. Ja, deze is groot. En die is met Amy. Die even de kluk omhoog. Hey, Benji. Hoe is het? Extra eten gegeven, 3 keer op een dag. Super. Hey, wat zijn je benen lang geworden? Wat zijn je benen groot? Je bent echt lang geworden. Zo. Oh, Bella, die zit daar. Bella mag gewoon. En mee? Hey, boefies. Rustig aan. Vanaf rustig. Dit is Maxi. Maxi is voor adoptie. Kenzo is voor adoptie, Zanzi is van onszelf en Fenna is ook van onszelf. Benji is voor adoptie. Ja. En Bella is voor adoptie. Dus je mag ze adopteren als je een fijn huisje voor ze hebt. Ze zijn helemaal genezen. Ze hebben geen schimmel meer. Het gaat hartstikke goed met ze. Kenzo moet een beetje aankomen. Die heeft echt heel veel gerend door de tuin. Er was een hele grote tuin waar hij zat. En daar heeft hij echt onwijs lopen rennen en racen. We gaan ze even aan de kinderen laten zien, want die hebben ze nog niet gezien. Ze zijn net terug. Bella! Hey, schatje! Hi, poppy! Laten we even zus erbij. Zus, kom maar, Pepper. Gaan we buiten spelen. Hey, zus, dit zijn je broertjes. Ja, Benji is geen echt broertje. Die komt ook wel bij Playa Canoa vandaan, maar dat is niet een echte broer. Kenzo is wel een echte broer. Dat is leuk! Pepper is ook voor adoptie. En Bowie is ook voor adoptie, maar hij is gehandicapt, dus je moet wel weten waar je aan begint. Stoer hoor! Zo ben jij stoer! Kenzo, ken Maxi hoor. Zus, dat is echt broer en zus. Kijk maar, zus is ook zo slank. Die zijn heel moeilijk dik te krijgen. Dat zie je wel vaker het eerste jaar hoor. Die zijn dan gewoon te actief en ze verbranden en ze groeien te veel om echt spek te krijgen. Van Sarah hebben wij deze donatie gekregen. Een vriendin van haar is gestopt met de dierenartspraktijk. En zij heeft een hele hoop medicatie gedoneerd gekregen. Dat is echt super fijn. Haal het allemaal maar even uit de tas. Leg het maar op de grond. Spuitjes. Dus voor het infuus. Oh, deze zijn heerlijk. Smaakvatten. Smakelijke tabletten. Kijk, dat is fijn. Is het dat? Ja, doe het maar een beetje sorteren. Even een beetje kijken wat het allemaal is. Dit zijn volgens mij... Dit is natuurlijk super, super fijn. Dat zijn kapjes inderdaad. Die je om de nek doet. Fenna wil graag geopereerd worden. Ja, oké. Ze gaat alvast liggen. Voor het doktertje spelen. Je hebt heel veel kapjes gekregen. Echt een hoop spullen. Is dat een hond? Ja, is voor hond. Dat ze niet kunnen bijten. Ja, om de snoet. Of als ze gaan opereren natuurlijk. Ik heb er ook heel veel. Oh, deze zijn er. Ja. Maar als je gaat opereren, dan hoef je ze niet om te doen. Oh, dat is fijn. Dat zijn er veel. Dat zijn
Wauw, okay, kijk, dat is kleine maatjes, grote maatjes. Ja, dit is meer als je een hond gaat vangen. En je moet hem behandelen bij de dierenarts voor een check, dan is dit heel fijn. Net zoals bij Eefje was dit heel fijn. Ja, dat gebruiken wij heel vaak voor als hondjes een pil moeten. Dan doe je er water in en dan doe je het achter in de keel. Of als je een injectie moet geven. Dat was het. Doen wij ook wel eens. En wat zijn dit? Het zijn ook allemaal spuitjes, of ja, niet? Ja. Wauw, wat veel. En in Nederland, Bibi's heeft het voor ons meegenomen en in Nederland ligt nog een deel. We hebben bijna alles. Dus dat was bijna 10 kilo aan spullen. Maar ik ga mee naar Pieter Klaus en dan leggen we het daar weg. En als we dan iets nodig hebben, kunnen we het daaruit gebruiken. Maar dan kunnen ook andere stichtingen daar gebruik van maken. Ja, daarom. Dus dit is echt gewoon voor alle zwerfdieren op Curaçao. Dus niet alleen voor Pippies. Kijk, de dingen die wij zelf veel gebruiken, die houden we hier. De dingen die weinig gebruikt worden, die gaan in een doos bij de Klaus Kliniek. En daar kunnen we dan allemaal gebruik van maken. Dus hartstikke bedankt Sarah en papa Hans voor het opstaan. En Bibi's voor het meenemen. Gisteren hebben we contact gehad met de hondenrolstoel voor Bowie. Het is tijd om zijn rolstoel aan te meten. Dus dit zijn de documenten, die hebben we via de mail binnengekregen. En dan gaan we beginnen. Wat is de eerste vraag? Of het een offerte of een bestelling is? Het is een bestelling. Want we hebben de prijs al besproken. Wij krijgen een korting omdat we een stichting zijn. Dus we gaan gewoon een bestelling plaatsen. Naam: Pippi's opvang. Dus we gaan nou die formulieren invullen. En dat is voor Harco. Die moet dan gewoon weten hoe dat afmetingen moeten worden voor de rolstoel natuurlijk. Het wordt een groeirolstoel, zodat hij uitschuifbaar wordt, zodat Bowie er best wel lang mee kan doen. We komen hem ophalen. Mijn vader in Breda, die woont in Breda. En als ik het goed heb gezien, is dit in Kaam volgens mij. Dus dan kan mijn vader het mooi ophalen. Mijn broer die komt binnenkort naar Curaçao, dus die kan hem dan als het goed is meenemen. Bowie wordt nu gewogen. Ja, dus 23 en nu zitten we op 28. Dus 5,2. Ja, 5,1 weegt hij dan. Oké, die taak zit erop. Wat moeten we dan? Gebruikt u rond de achterpoten nog? Nee. Soms een klein beetje, zeg maar 10% van de dag. Okay. Zijn de voorpoten van uw hond sterk? Ja. Beschrijving, ziekte of aandoening? Zijn achterhand is minder ontwikkeld. Tijdens de zwangerschap is Bowie niet verder ontwikkeld. Hij is zo geboren. De maten gaan we nu mee beginnen. Dat is het eerste, de middenheup van de achterpoot tot de vloer. Dat is deze lijn. De dikke lijntje. Deze. Deze. Ik zeg 27. Ja, denk ik ook. 27 centimeter. 26? Ja, 26. 26 centimeter. Dit moet goed gemeten worden, toch? Ja, dit is heel belangrijk. Ja, anders krijg je misschien te groot of te kleine rolstoel. Oké, de middenvoorschouder tot de vloer. Dat is? Dat is deze lijn. Dus zo, hè? Is ook 27. Ja. Oh, Maui. Ik heb Bowie. 27? Ja. Vorig was 26. Ja. Vorig was 26. 26 dan? Ja, ik zeg 60 dan, als kom je te ver naar zijn. Ja, 26. Leuke Bowie, al die aan. De middenvoorschouder tot de middenheup achterpoot. Nummer 3. Hier. Dat is hier. Tot de heup? Ja. Dus dat is 29. Ik zou eerder 28 zeggen, want 90 komt hier niet echt. Heel kritisch wordt dit gedaan. Oh ja. Dus 28. 28, ja. Omtrek borstkast achter de voorpoten. En dat is? Nummer 4. Dat is waar ze thuis zit. Toch? Ja. Hier staan al de nummers. Dus om, er helemaal omheen. Dus begin maar onderaan en dan ga je naar boven toe. Nee, oh, dit. Zo. 39. De omtrek bovenbeen achterpoten. Dat is nummer 5. De omheen moet hij. Oh, hier, om die poot. Dus je doet hem binnenlangs. Dus hier staan. En dan moeten dit achterpoten. Alle twee de achterpoten? Het staat achterpoten, dus het staat in meervoud. Oh, oké. Okay. Maar ik weet niet zeker, want hij loopt nu hier niet door bij de lijn. Dat is niet heel duidelijk. Omtrek achterbeen achterpoten. Nou, dan doen we ze beide. Dus dan zet je erachter één been. Doe maar één been. Rechts of links? Of zal ik niet gewoon rechts en links erbij schrijven? Nee, we doen één been en dan doen we twee benen. Dus dit is 15 centimeter één been.
En als je beide benen doet, doe maar om beide benen. Wat hoger, want het moet wat hoger volgens mij. Hier moet je dan op. Ja. Oké, breedte rug achter. Dat is nummer 6. Ga eens even staan, maar hij is moe. Oké, doe maar zo. Ja, ik dacht ook 12. Breedte rug voor. 13. Ja, 12. Zit ook op 12. 12 af? Ja. En dan zijn we bij de laatste. De omtrekbuik direct voor de achterpoten. Dus nummer 8, dat is dit. En dus 35. Heb je al eens een keer uitgelegd waarom ze de been niet gaat amputeren? Het is niet nodig om ze te amputeren, want hij is sowieso gewoon verlamd. Dus hij kan gewoon veel beter in een rolstoel. En een amputatie is een hele zware operatie, dus we gaan hem niet onnodig amputeren. Maar stel, hij heeft nou best wel een grote wond aan zijn voet. Stel dat dat ooit eraf moet, dat zou niet echt een ramp zijn, want Bowie gaat waarschijnlijk nooit echt lopen. Dus hij kan wel wat hupseltjes maken, maar echt lopen zal het nooit zijn. Maar ja, ik vind het onnodig om dit te amputeren, want het gaat hem gewoon heel goed zo. En nu sleept hij te veel en daardoor heeft hij een wond gekregen. Maar straks als hij zijn rolstoel heeft, dan is dat natuurlijk niet meer het geval. Dan kan hij gewoon lekker racen en doen. We gaan nou even met de auto gaan we Kenzo, Bella en Benji naar achter brengen. Ik heb boodschappen gedaan, een paar nieuwe emmers gekocht, kattenvoer gekocht en lekker melkie. En een hele grote waterton, wat sponsen, wat kwasten om te verven en 4 zakken voer. Sansi, de directrice, zit weer voorin. Kenzo, druk te maken. Kenzo had een doorn in zijn oog gehad. Oh echt? Ja, dus hij is echt 3 keer per dag dezelfde. Hij was zo aan het rennen in de tuin en ineens gilde hij. Ze gaan naar de speelweide. Dus dan rijden we naar de stal. Kunnen we ze door de stal op de speelweide doen.